Hanni Schaft, Truus van Leer, Truus Wijsmuller, Meijer. Ja, het zijn verzetsheldinnen uit de Tweede Wereldoorlog. En voor hun verhaal komt steeds meer aandacht. Maar tegenover deze verzetsvrouwen staan de zogenoemde foute vrouwen. Vrouwen die hulden met de vijand en een andere keuze maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Almeerder, Paul van der Water deed onderzoek naar collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog. En een deel van zijn onderzoek verschijnt in boekvorm nu: het boek Foute Vrouwen. Goedemiddag, Paul. Hallo. Ja, in 2017 uh, zou je eigenlijk met pensioen gaan. Je, je gaf lessen in het HBO, ja. onderwijskunde, informatica, maar toen dacht je: ja, dat, ik moet voorkomen dat ik in dat zwarte gat val. Ik, ik zoek even een hobby. Ja, zo kun je het kort samenvatten. Ja. ja. Als je met pensioen gaat, moet je wel zorgen dat je iets te doen hebt. En uh, de, de Tweede Wereldoorlog heeft me altijd uh, mateloos uh, geboeid. En uh, ik ben zelf nooit gepromoveerd, dus ik denk, nou ja, uh, bedoel ik het toch tijd zat? Ik ga een promotieonderzoek doen, iets over de Tweede Wereldoorlog. Toen heb ik, een, uh, ik was al bezig met een familieonderzoek. En toen stuitte ik op iemand, uh, Lucas Bunt heet hij. En het bleek een oorlogsmisdadiger te zijn. En mijn grootmoeder heet Bunt, van de achternaam. Mm. Ik denk, jeetje, ik heb een oorlogsmisdadiger in de familie. Uh, dus ik ben het leven van die man gaan reconstrueren. Het bleek vervolgens helemaal geen familie te zijn. Maar ondertussen was ik al zo gebiologeerd door hem geraakt... dat ik denk, ik ga een biografie over die man schrijven. Uh, dat was er nog niet namelijk. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, ik kan ook op een promoveren. Uh, want je kunt op een biografie promoveren. Dus ik heb een promotor uh, gezocht. En uh, die heeft me langzaam maar zeker uh, in een andere richting geduwd. Namelijk, uh, waarom ga je je niet bezighouden... met uh, veel meer gewelddadige collaborateurs? Lucas Bunt was een gewelddadige collaborateur. Uh, waarom zou je er één doen? Uh, doe het er een stuk of tien. Dan... Heel even gewelddadig? Betekent dat dan dat je echt de pistool in je hand hebt gehad... of gemarteld, of wat, wat is dat? systematische structureel schulden gemaakt aan uh, geweldsmisdrijven als marteling, mishandeling, doodslag, moord, verkrachting, uh, dat soort uh, zaken. En wij allemaal maar denken, Nederlanders hebben dat allemaal niet gedaan. Uh, volop, uh, ja. uh, mannen, vrouwen niet. Vond het, je dat uh, zelf ook meteen een goed idee om het breder aan te pakken? Uh, ja, eigenlijk wel. Vond ik veel interessanter. Het, uh, dus dat, dat ben ik uh, uh, gaan doen en uiteindelijk was het de bedoeling dat ik er een stuk of tien zou gaan onderzoeken. Uh, het zijn er, uh, in mijn proefschrift zijn het er uh, 61 uh, geworden. Oh. En uh, jij zegt net: uh, van, uh, waren er dan zoveel gewelddadige uh, collaborateurs? Althans, met zoveel woorden zei je ja. dat. Uh, nou ja, 61 is al een behoorlijk aantal, maar er waren er nog veel meer. Ik, ik heb een, uh, zeg maar de bovenste laag van de ijsberg uh, onderzocht. Maar uh, uh, die ijsberg is veel uh, uh, dikker en groter. Ja, uh, je, nou, dat, dat, ging, dat, dat onderzoek wat je hebt gedaan ging voornamelijk over, vrouw, over mannen, dat proefschrift. Uh, maar je stuitte ook op verhalen van vrouwen. Nou ja, wat mij opviel is dat uh, als je als uh, uh, criteria neemt dat uh, je uh, personen zoekt voor je proefschrift... die zich systematisch schuldig gemaakt hebben aan ernstige geweldsmisdrijven. En dan structureel en systematisch, hè, daar gaat het om. Niet om iemand die incidenteel nee. iemand... Al of niet bewust of per ongeluk uh, heeft uh, uh, doodgeschoten. Maar echt systematisch. Nou, uh, dan is de, uh, was mijn conclusie, of is mijn conclusie, dat er in Nederland geen vrouwen te vinden zijn die zich op die manier schuldig gemaakt hebben aan geweldsmisdrijven. Er zijn wel vrouwen die gevangenen treiteren, onder druk zetten, uh, wel eens een tik uitdeelden. Maar dat is toch van een andere orde dan. Uh, Niks in vergelijking met die mannen. Niets in vergelijking met de mannen, de categorie mannen die ik in mijn proefschrift ja. uh, onderzoek. En dan kun je je afvragen, wat hebben vrouwen dan wel gedaan? Ja, maar, maar zijn, is dat uh, niet desvrouws dat ze zich daar niet schuldig aan maken? Of kun je dan in andere landen zien dat dat eigenlijk wel gebeurt? Ja, in andere landen gebeurt het wel. Dus als je naar Duitsland uh, gaat tijdens de bezettingen. Die periode uh, heb ik het over. Nou, Duitsland was niet bezet natuurlijk, maar tijdens de oorlog. Mm -hmm. um, ja, dan waren er in Duitsland wel uh, vrouwen die zich. Uh, Structureel en systematisch schuldig maakte aan uh, ernstige geweldsmisdrijven. In Frankrijk ook. En uh, als je het naar na modernere tijden verplaatst bij de genocide in Rwanda, ja, daar speelden vrouwen een grote rol. Dus blijkbaar uh, zou je kunnen zeggen: het is niet des vrouws om uh, gewelddadig, extreem gewelddadig te zijn. Maar ja, uh, de feiten logen straffen dood. Uh, behalve dan. Dat ze in Nederland tijdens de bezetting niet te vinden zijn. En jij begon, of jullie begonnen, in je inleiding met Truus van Leer en uh, Hanni Schaft. Het opvallende is dat er aan de kant van het verzet. Wel gewelddadige vrouwen te vinden zijn, die, uh, uh, al of niet terecht, daar, daar laat ik me niet over uit, uh, collabora of, uh, ja, collaborateurs doodschoten ja. hm. en mishandelden. Dat maar, kwam voor. Ja, nou, nou heb je een boek geschreven, Foute Vrouwen. Dat zoomt in op een aantal, dus foute vrouwen. Ja. Nou, nou vroeg ik mij af, hè, het is maar net uh, aan welke kant van de geschiedenis je natuurlijk eruit komt. Tuurlijk. Uh, ja. uh, wat, uh, hoe zwart-wit is het eigenlijk, het verschil tussen goed en fout? Nou ja, uh, tot. Uh, tot, tot vrij recent uh, was het absoluut zwart-wit. Dus uh, Nederland was verdeeld, uh, vooral na de oorlog. Uh, maar tot in de jaren zestig, misschien zelfs in de jaren zeventig. En je komt die gedachte trouwens nog vaak tegen. Was Nederland verdeeld in. Uh, ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog had je twee soorten mensen: uh, de Goede en de Foute. Uh, de Foute, dat waren de handlangers van de Duitsers. En de Goede, dat waren de mensen die zich daartegen verzetten. Nou, uh, er zijn natuurlijk enorm veel uh, grijstinten. In mijn boek. Uh, foute vrouwen, dan uh, heb ik het niet over de grijstinten. Maar vrouwen die evident uh, fout waren. En uh, sommige vrouwen hebben verschrikkelijke dingen gedaan. Geen geweldsmisdrijven, maar wel onderduikersverraden bijvoorbeeld. Die uiteindelijk naar kampen werden afgevoerd. En daar, als het joden waren, werden, werden vergast. Of in, uh, in werkkampen uh, dusdanig uh, moesten werken dat ze daaronder bezweken. Vernichtingdoerig arbeid wordt het wel uh, uh, genoemd. Op hoeveel vrouwen heb je uiteindelijk ingezoomd in je boek? Uh, 51. En is er eentje die er voor jou uitspringt? Dat je zegt, nou die. Ja, die vond ik nou, zo fascinerend. Het meest fascinerende vind ik de vrouwen. Uh, het verhaal van vrouwen waar geen eind aan zit, waar een open eind aan zit. Bijvoorbeeld, uh, ik bespreek uh, vrij globaal trouwens, uh, Marie de Bruin. Dat was een jong meisje die in, het, in een verzetsgroep uh, zat. Dus die zou in termen van goed en fout zou, ja, haar als goed kunnen kwalificeren. Ja. Uh, maar in, binnen die verzetsgroep maakte ze zich schuldig aan diefstal. Van voedselbonnen en dat soort dingen. Dus ze pikte van haar eigen verzetsgroep. Dat werd ontdekt. En de leider van de verzetsgroep gaf de keuze van: of je gaat weg uit deze verzetsgroep. of ik maak bekend wat jij gedaan hebt. Nou, ze is weggegaan uit die verzetsgroep. Mm -hmm. is verder gegaan op het pad van de, van de zwarthandel. Dus, uh, en dat was verboden. Werd uiteindelijk opgepakt door de Duitsers. En kon vrijkomen als ze bereid was uh, haar voormalige verzetsgroep te verraden. Dat heeft ze gedaan. Uh, een groot gedeelte van die groep is opgepakt. En een aantal is in kampen over, uh, overleden. Na de oorlog werd die vrouw opgepakt. En dat is het bijzondere van dit verhaal. Want er waren wel meer vrouwen die, uh, uh, die Joden of andere uh, verzetsmensen uh, verraden. Deze vrouw werd opgepakt, werd vastgezet in slot Zeist, dus een kasteel met een slotgracht eromheen. En tijdens het luchten sprong ze in de slotgracht en ze is weggeswommen. En daarna heeft nooit meer iemand iets van haar gehoord. Hm? Nou, dan zijn er allerlei theorieën te, te bedenken. Van eens is verzopen in de slotgracht. Uh, maar ja, daar moet er toch een lichaam te vinden zijn. Het lichaam is nooit gevonden. Uh, twee, uh, ze is vermoord door het verzet. Dat zou kunnen, uh, maar nog steeds geen lichaam gevonden. Maar een lichaam kun je manen. Ja. Derde theorie, uh, ze is naar een ander land... Uh, uh, dus ze is succesvol weggeswommen, aan land gekomen... en heeft hulp gekregen om uh, naar, een, naar een buitenland... Uh, Duitsland of ja. Spanje of zo. Dat waren toen de tijd uh, wel landen waar uh, collaborateurs uh, welkom waren. Misschien is ze daar naartoe gegaan... Dat vind ik een intrigerend verhaal. Uh, wat is er nou met die mevrouw gebeurd? En dan is zij nog zeer beperkt, want je hebt ook veel uitgebreidere uh, verhalen. Het is Miep Oranje. Uh, uh, daar wordt nu weer door iemand anders een biografie over geschreven. Dat verhaal laat zich. Ik, ik snap Klinkt wel, dit... lief, het. Klinkt ja, wel vaderlandslievend Oranje van Ja, precies. Die naam is al opvallend. En uh, ik, ik zit me tot. Uh, sinds ik me met Miep Oranje bezig had, vraag ik me af waarom is daar nooit een film van gemaakt? Ook een meisje. Uh, zeer intelligent, uh, Marie de Bruin was dat niet... Uh, zeer intelligent, HBS gedaan... ging sociale geografie op de Universiteit van Utrecht uh, studeren... was actief in een verzetgroep... Uh, nou, werd uiteindelijk opgepakt omdat hij illegale krantjes in de fietstas had uh, verborgen... En ging voor de Duitsers werken. Heeft ze dat onder dwang gedaan, of werd ze verliefd op haar ondervrager? Dat was namelijk een womanizer. Nee, nee. Uh, dat zou kunnen. Eén van de twee is het geval, of misschien wel alle twee. Dat weten we niet. Ja. Ja. Ze heeft complete verzetsgroep verraden. Ze is vervolgens, uh, die zijn allemaal bijna allemaal uh, 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 dood gegaan door haar handelen. Vervolgens is ze geïnfiltreerd in Rotterdam in een andere verzetsgroep. Die heeft ze ook volledig verraden. Een hele verzetsgroep ontmanteld. En daarna is ze naar Duitsland gebracht door, uh, door, door de Duitsers. Want het was niet meer veilig voor haar hier. En wat er in Duitsland verder gebeurd is, is niet bekend. Behalve dat ze voor het Rode Kruis daar ging werken. Het, du het Duitse Rode Kruis, dat was een nationaal-socialistische organisatie, voor ja. alle duidelijkheid. Ook die vrouw is na de oorlog spoorloos verdwenen. En ook over die vrouw is ze vermoord door het verzet. Zou kunnen. Uh, een andere theorie is: ze uh, is uh, verliefd geraakt op een Amerikaanse CIA-officier. En ze zijn samen teruggegaan naar Amerika... en daar is zij voor de CIA gaan werken. En weer een andere theorie is van... Uh, nee, het was geen uh, Amerikaan, het was een Engelsman. En ze is samen met die Engelse officier van de RAF... is ze naar Tanzania gegaan... en daar heeft ze nog jaren samen met haar man een boerderij uh, gedreven. Jeetje. Maar niemand weet precies wat er gebeurd is. Dat vind ik intrigeel. Uh, toch even, hè. Uh, je beschrijft dan vrij uh, gedetailleerd... ook nog wel over de daden van die vrouwen. Die hebben natuurlijk ook wel allemaal familieleden nu leven... Ja. Ja, hoe, hoe kijken die tegen die verhalen aan? Misschien uh, ja. willen ze helemaal niet dat hun oma of dat, moeder. Dat wordt komt beschreven. voor dat ze dat helemaal niet weten. Mijn ervaring is dat de meeste nabestaanden uh, uh, of vrij weinig weten uh, en ook vrij weinig willen weten, en er ook niet bereid zijn om uh, met journalisten of met wetenschappers uh, te praten. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Uh, mensen die dat heel graag willen. Mijn ervaring is dat naarmate de afstand tussen de nabestaanden... of dat nou een familielid of een, uh, een vriend is of zo... Uh, uh, naarmate de afstand tussen de nabestaanden en de dader uh, groter is... Uh -huh. is de bereidheid om te praten ook groter. Maar de kennis over het verleden van die dader is uh, veel kleiner. Dus ik heb met nabestaanden gesproken die eigenlijk helemaal niks wisten. Uh, en, 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 en wel wilden weten, maar ja... Uh, dat waren moeizame gesprekken. Zo ja. zal ik het benoemen. Ja, ik, ik vroeg net, uh, ja, hoe, hoe groot is dat zwart-wit in goed fout? Hè? Uh, nou, je zegt ja, je bent of goed of fout. Maar, maar ja, er zitten dan natuurlijk ook wel verhalen bij waarvan je misschien soms denkt: van, oh, ja, die heeft het echt wel heel zwaar gehad. Ik snap die keuze misschien wel. Nee, voor sommige vrouwen kan ik wel enig begrip opbrengen, ja. Ik denk trouwens zelf niet in termen van zwart-wit. De, 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 de grijstinten zijn legio. Uh. Alleen de vrouwen in mijn boek zijn uh, altijd vrouw, foute vrouwen. Dan nog zijn het een beetje foute vrouwen als je het verhaal reconstrueert, dat je denkt van ja, uh, ik begrijp het wel. Bijvoorbeeld Willemina van Opijnen. Nou, die is opgegroeid in, in grote armoede, in een groot gezin. Uh, was niet al te snugger, zat op de lagere school uh, altijd achterin uh, en kon niet meekomen. Werd, uh, heeft de lagere school ook niet afgemaakt, dat was allemaal veel te ingewikkeld voor haar. Toen ze 16 was, werd ze als zwakzinnig uh, uh, gediagnosticeerd en in een zwakzinnige gesticht opgeborgen. Daar heeft ze tot de 21ste gezeten, dus vijf jaar in een zwakzinnige gesticht in de jaren. Uh, eind jaren 20, begin jaren 30. De jaren dat je uh, er echt niet wil zitten. Ja. Nee, daar wil je niet zitten. Goed, uh, ze komt uit dat zwakzinnige gesticht van CIS-volwassen. En ze is in no time zwanger. Van wie is niet bekend, maar wel zwanger. Vervolgens, in no time, trouwt ze. En of dat nou de vader van haar eerste kind is of niet, dat is niet bekend. Waarschijnlijk niet. Ze trouwt met iemand die, op zijn zachtst gezegd, haar nogal slecht behandelt. Uh, ze is continu zwanger, dat vooropgesteld. Maar daarnaast geeft hij haar geen geld om haar kinderen eten en drinken te geven, om de huur te betalen. Hij mishandelt haar waarschijnlijk en hij is heel vaak weg. Uh, dat is misschien een voordeel als je mishandeld wordt, dat je man vaak weg is. Maar uh, ja, ze zit dus in eenzaamheid met, uh, met zeven kinderen en zonder geld. Dat houdt in dat ze uit haar woning gezet wordt, want ze kan de huur niet meer betalen. En ze woonde al in een tamelijk uh, krot. En uh, ze gaat nog een niveau achteruit uh, wat wonen, wonen betreft. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Uh, had ik al verteld dat die man uh, zo ongeveer een aantal keren per week vreemd ging. Uh, nou, hij was wel veel buiten de deur. Zei ja, hij net, was ja. buiten de deur en hij deed het ook veel buiten de deur. Mm. Nou, daar werd zij niet gelukkig van, natuurlijk. Mm. Uh, dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en haar man uh, was, uh, had was lid van de Communistische Partij uh, en uh, ging in uh, de illegaliteit. Dus hij bracht krantjes rond uh, de waarheid. En andere communistische brochures. Dat was verboden, daar kon je de kogel voor krijgen als je dat deed. Wat deed die man? Hij zette een van zijn zoontjes, die was elf of zo, die zette die in om die krantjes te verspreiden. Dat was levensgevaarlijk voor dat jongetje. En dat jongetje wist hij veel. Uh, vervolgens uh, die moeder, uh, Wilhelmina, die komt daarachter en uh, denkt van ja, dit kan niet. Eén, ik word ontzettend slecht behandeld, bla bla bla. Uh, en twee, uh, hij misbruikt zijn kinderen. En misbruiken ook in letterlijke zin, want zijn dochter heeft hem ook aangeklaagd voor seksueel misbruik. Oh, Intens slechte man. Ja. Ja, Intens, ja, zeer slecht. Uh, vervolgens uh, denkt ze, nou, ik geef hem aan, want hij uh, mag mijn zoon niet gebruiken voor het distribueren van krantjes. Uh, ze heeft hem aangegeven, uh, uiteindelijk kwam uh, de uh, kwam hem ophalen en die heeft hem doodgeschoten. Na de oorlog werd zij opgepakt, uh, omdat haar schoonzoon, haar aangegeven had bij de politie van ze heeft haar eigen man aangegeven. Ze komt voor de rechter uh, te staan. Die rechter houdt geen rekening met het feit dat ze zwakzinnig is. Uh, dat betekent toch een zeer beperkte kijk op de werkelijkheid en niet de mogelijkheid om de consequenties van je daden te overzien. Dat hoort wel bij zwakzinnigheid. Ja. Daar heeft hij geen rekening mee gehouden. Er is ook geen rekening mee gehouden dat ze in abominabele omstandigheden door gevolgen van het handelen van haar man uh, leefde. Er is ook geen rekening mee gehouden dat haar zoontje door haar man uh, gebruikt werd voor ja. illegale praktijken. En zij werd veroordeeld tot, uit mijn hoofd moet ik dat nu zeggen, uh, volgens mij 12 jaar gevangenisstraf. En die heeft ze bijna volledig moeten uitzitten. Ze heeft wel gratieverzoeken ingediend, maar die werden afgewezen. Uiteindelijk werd ze volgens mij, uh, maar houden we de getallen ten goede, volgens mij werd ze na 10 jaar uh, vrijgelaten ja, het is echt wat een dat leven is, kun je hebben, zeg. Ja, en dan denk ik dat ze haar man aangegeven heeft. Ja, dat is niet goed te praten natuurlijk, hm. maar er is wel toch enig begrip voor op te brengen als je haar. Omstandigheden uh, 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 meeweegt. Ja. Uh, nou, zo zie je maar, dus hoe. hoe wat, wat, wat een schemergebied oorlog ja. ook met zich meebrengt. Ja. Hè? Nou, dat, dat kunnen we dus allemaal lezen in jouw boek. Ja, Foute 51 vrouwen. van dit soort verhalen. Ja, ja, prachtig. Je proefschrift is inmiddels ingeleverd september. hoop je erop te promoveren. Precies, zo heb je moet al je dat zeggen. Ik ja. hoop erop te mogen promoveren. Ja, heb je al, je al gehoord? Niet. Ja. Nee, 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 nee. Eind mei krijg ik uh, erover te horen. Er worden twee dingen nog gecontroleerd: ja. Eén, uh, of de promotiecommissie het van voldoende kwaliteit vindt. En twee, of ik me niet schuldig heb gemaakt aan plagiaat. Oh, dus hij wordt nog eventjes door de computer gehaald. Ja, precies. Ja. En uh, ja, eind mei weet ik dat. En uh, wat ga je nog iets hierna doen? Want nou komt dat zwarte gat weer heel hard eraan. Uh, nou, ik ga een deel van mijn proefschrift worden... Uh, uh, dat ben ik nu aan het bewerken om een publieksboek van te maken. Uh, mijn proefschrift is vrij omvangrijk. Dat kun je niet meer uitgeven tegenwoordig, vind ik. Zo dik is het. Uh, maar een deel daarvan wel. Dus dat ga ik uitgeven. En ik ben al... Jaren bezig, maar ja, dat is voor Flevoland minder interessant, denk ik. Maar uh, met uh, de koffermoord in Amsterdam in 1964. Nou, mocht je daar uitgekomen zijn en uh, ontdekt hebben wie dat heeft gedaan, dan uh, ben je natuurlijk weer van harte welkom. Dankjewel, Paul Dankjewel. van der Water. Zijn boek dus Foute vrouwen, die vind je dus nu uh, ja, in de boekwinkels. Uh, ook als e-book begrijp ik. En ja, uh, ja heel goed.